De vrouwtjespanter krijgt voldoende tijd om aan de vleesbouw te eten. Als ze samen met het mannetje los wordt gelaten, heeft ze geen schijn van kans. Wanneer haar honger gestild is, lijkt ze te merken dat het mannetje zo naar buiten komt. Op het moment dat die man erbij komt, dan geldt het recht van de sterkste. Het vrouwtje ruikt onraad en probeert haar prooi te verdedigen. Het mannetje valt aan vanaf een boom. Hij trekt uiteindelijk aan het langste eind. En dan na een korte vechtpartij moet die vrouw maken dat ze wegkomt, omdat die man gewoon sterker is.